Een vrachtwagen met aardappels is vanmorgen rond 8:30 gekanteld op de randweg N2. Daardoor kwamen de aardappels op de weg terecht. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt De Hocht, waar de A2 en de N2 aansluiten op de A67. Daardoor werd de weg richting het zuiden geblokkeerd. De chauffeur raakte bij het ongeluk lichtgewond. Door het ongeval ontstonden er files. Rond 1 uur werd de weg weer vrijgegeven voor verkeer.